Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nick en Nick. Voor boys en girls. Hey. Hey. Dit is Joy. Ik ben zo gestrest hier. Yeah. En dit is Bart. En samen duiken wij iedere week in de wereld van sport, fashion en showbiz. Echt dit? Wij gaan backstage en onstage op onderzoek uit. Wauw. Top. Dit is Joy en Bart. Doei. Goed man, met jou. Ja, ook goed. Kijk, ik zit hier in de auto met Big Brain. What's up? Yeah. Hey. What's up? Nou, ze hebben me gevraagd of ik mee wil gaan naar een optreden. En hoe leuk is het als we samen met ze mee gaan lopen? Ja, te gek, tuurlijk. Kom je eraan? Oké, hoe lang? 10 minuten. Na 2 minuutjes. Oké, ik kom eraan. Hoi. Ja, doei. Yes, te gek dat we samen met B-Brave dus op stap mogen. En voor degenen die onder een steen geleefd hebben, B-Brave is gewoon derde geworden bij X-Factor. Heeft hit na hit in Nederland en inmiddels ook in het buitenland. Ja, dat weet ik niet. Want ze sprak niet eens. Maar geloof me als ik zeg. En de glimlach zijn genoeg. En jawel, ze hebben 3 maal de Kids Choice Awards van Nickelodeon gewonnen. En Joy. Joy, ik zit midden in een presentatie. Hey Bart, ik heb hier de rider voor Be Brave. Oh, ja, een backstage rider. Dat is zeg maar wat artiesten dan in hun kleedkamer willen als ze gaan optreden. Nou, zorg jij er even voor dat alles goed komt, dan zie ik je in de kleedkamer. Water, fruit, thee, verse broodjes met verschillend beleg. Okay. Appelsap, alleen maar blauwe M&M's. Rozenblaadjes in de wc. Nee, die vind ik logisch. En kleedkamer op 22 graden. Nou weet je, ik ga dat gewoon even voor ze regelen. Ik ken die jongens, heel aardig, niks meer. Ik fix dat voor ze. Oh, trouwens, voor jou thuis, let even goed op. Want hoeveel van dit soort hele mooie hartjes zie jij in de aflevering? En deze telt uiteraard niet mee. Nou, het was echt super gezellig in de bus met de jongens. We hadden namelijk keiharde muziek op en ik mocht ze allemaal vragen stellen. Rijden jullie altijd samen naar optredens toe? Yes. Yes. Ja. We worden eigenlijk altijd opgehaald door Kees, die zeg maar hier voorin zit. Die gaat altijd met ons mee als tourmanager. En dan pikt hij ons 1 voor 1 op. En dan gaan we door naar de show. Uiteindelijk komen we allemaal tegelijkertijd met z'n 5 aan Klopt. Bij de show. Ja. Ja. En we gaan ook met z'n allen weer weg. Is mij dus verteld dat de kleedkamer hier ergens is? Check. Dit moet hem zijn. Dames en heren, de kleedkamer van Be Brave. Valt toch een beetje tegen. Weet je, die gaan we gewoon even gezellig maken. Ik heb wat. U vraagt, wij draaien. Sinaasappelsap. Appelsap. Check. De rozenblaadjes. Volg mij. Kunnen jullie nog wel normaal over straat dan? Ja, het is wel lastig als we met z'n 5 over straat lopen. En dan valt het natuurlijk sowieso wel op, zeg maar. Ja, maar alleen dan word je wel soms aangekeken of vragen mensen om een foto. Maar het is niet nou dat heel de stad hysterisch achter je aan rent of zo. Wat vinden jullie daarvan als jullie herkend worden of dat ze vragen voor een foto? Dat is toch een mooi teken? Dat is leuk. Zeker, ja. Dat is heel leuk. Het is heel leuk om mensen te ontmoeten en om met mensen te kletsen. En dan heb je een supergoed excuus om met mensen te praten, toch? Ja. Zo zie ik het. En dan nu tijd voor misschien wel het allerbelangrijkste. Nou, het ziet er wel leuk uit. Het is wel een beetje gek. Ik bedoel, ik had die rode gepakt, maar dat kan prima. Nog 1 ding dat Be Brave heel belangrijk vond, namelijk de temperatuur. Het is momenteel 30,5 graden. Ze wilden die exact op 22 hebben. Iets te warm. Luisteren jullie wel eens je eigen liedjes? One Night Stand wordt heel vaak gedraaid in clubs en alles, dus de laatste tijd wel. Ja. En wat vinden jullie daarvan? Dat is gek, man.
Dat is apart, hoor. Dan sta je te dansen op de dansvloer en dan komt opeens je eigen nummer. Dat is best wel gek. Kunnen we misschien anders aanzetten, of niet? Een super tof nummer, dus de hele bus ging helemaal heen en weer en ze zongen ook nog eens goed mee, dus het was echt heel erg gaaf. Laat maar, wat is gebeurd? Ga er niet van uit dat ze echt met mij is. Zij worden mee, want mijn stekkers gekleurd. Ik weet wel hoe ik wegga. Eigenlijk had ik gewoon een privé optreden van Be Brave in een bus. Hey. Everybody damn. Be Brave. Yo, what's up? Ja, lekker jongens. Was gezellig of niet? Ja, hartstikke. Ja. Hey, gaat. What's up? Klaar voor? Yes. Yo, Chico. Let's go. Nou, toen kwamen we aan op de locatie waar ze gingen optreden. En toen we naar binnen gingen, stonden er allemaal gillende fans. Hey. Mooi of niet? Prachtig. Prachtig, top. Ja, dit zijn goede voorzieningen. Dankjewel, dankjewel. Ja, ik vond eigenlijk alles best wel normaal. Ik bedoel, die blauwe NM's kan ik inkomen. Rozenblaadjes vond ik een beetje gek. Vragen jullie dat altijd of niet? Ja, ik heb een beetje romantiek nodig, dus dan, ja. Meestal gaat het bij ons meer om een paar flesjes water en handdoeken. Dat zijn de belangrijkste dingen voor ons. En zijn jullie nou helemaal klaar voor het optreden? Ja, sowieso. Ja, we hebben nog een 3 kwartier, dus nog even wat eten, een beetje klaarmaken. Nou, de jongens zien er altijd heel erg stoer uit. En nu mag ik ze dus helpen met de styling voor de show. Nou, jullie zien altijd zo goed uit. Worden jullie ook gesteld? Ja, helaas is onze stylist vandaag niet mee, dus we moeten zelf stylen. Dus ja. Ik heb wat leuke dingen meegenomen en ik ben benieuwd of je het ook wel leuk gaat vinden. Oké, laat maar zien dan. Een ander blouseje wat ook wel een beetje op dit lijkt. Ik heb wat t-shirtjes mee. Ik heb 2 jasjes mee. Jasjes zijn wel mijn favoriete kledingstuk. Dus daar hou ik altijd van wel mee te spelen. Beetje druk en sommige wat minder druk. Ben je nou aan het strijken? Ik ben zeker aan het strijken. En wordt dat niet voor je gedaan? Nee, we zijn lekker nuchter in Nederland, dus we doen alles lekker zelf. Dus ja, als je deze nog even erbij kan doen, graag van. Oh ja, tuurlijk. Ik heb wat t-shirtjes mee, ik heb een blouse mee, een spijkerblouse. Nog een truitje, nog een truitje en nog een t-shirt. En hoe belangrijk vind jij kleding bij een optreden? Heel belangrijk. Uiteindelijk, je staat toch voor heel vaak heel wat mensen. En dat vind ik het wel belangrijk. We zijn met z'n 5 natuurlijk, dat we er wel echt alle 5 gewoon goed uitzien. Dus ja, ik vind kleding maken de man, hè? Ik vind het wel tof als jij mijn outfit vandaag gewoon kan uitzoeken. Deze vind ik ook eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, deze is tof, hè? Staat ook goed bij mijn schoenen nu, toch, die kleur? Ja, maar misschien wel een beetje warm voor een optreden. Het is wel heet, ja. Meestal, soms als ik een normaal t-shirt aan heb met een jas, dan gooi ik hem na het tweede nummer ook al weg. Moeten we toch misschien een shirtje uit gaan zoeken? Nou, ik vind deze kleur wel heel erg leuk. Ja, nou, dan doen we deze. Ik vind deze ook tof. Ben je nog een beetje zenuwachtig? Om heel eerlijk te zijn, nou, een beetje spanning, maar zenuwachtig eigenlijk niet meer heel erg. Dat is wel een beetje weg. Je doet het zo vaak dat ja, op een gegeven moment de gezonde spanningen. Maar dat maakt het niet minder leuk, we hebben er heel veel zin in. Precies, dat is het vooral, ja. Dus dan heb je eigenlijk... We zijn met z'n 5, dus je kan lekker op elkaar bouwen. En volgens mij zijn jullie. Het valt stil, volgens mij willen jullie opgeroepen. Succes, jongens. Succes. Jou, hè? Veel plezier. Wat vind je zo leuk aan Be Brave? Nou, ze kunnen heel goed zingen. Nou, ze zingen gewoon leuk. Jij kan mij verleiden. Jou, helemaal van jou. Het is super cool, want ik sta nu backstage en ik kan alles eigenlijk het allerbeste zien, want ik sta gewoon vooraan.
vond je ervan? Ik vond het echt een topdag vandaag. Ja, die gasten van Be Brave zijn gewoon altijd lachen om mee te zijn. En ik vond het ook heel erg leuk dat ik mee mocht in het busje. Ja, jij zat gewoon in het busje van Be Brave, ja. Joy. Pik je toch maar weer even mee. Ja. En ik mocht natuurlijk een kleedkamer helemaal preppen en allemaal lekkere dingen klaarzetten. En het heeft me nog wel een klein ideetje gegeven. Die rozenblaadjes ga ik ook mooi thuis doen. Ruikt lekker en ziet er gezellig uit. Ja, hebben jullie goed opgelet? Want hoeveel van dit soort hartjes kwamen ervoor in deze aflevering? Deze telt niet mee, maar weet jij het juiste antwoord? Stuur naar dit mailadres. En dat doe je zeker niet voor niks, want je kunt wat winnen. En dat is, ik heb hem al poosje in mijn handen. Ross Wheels Hoverboard. Tadadam. En de winnaar van vorige week, die zie je nu ook in beeld. Gefeliciteerd. Doei. Doei.